Welkom op mijn kanaal, mijn naam is Blubberfreak en ik neem jullie mee in de wonderenwereld van glitchen in GTA 5. En we gaan een MOC merchen. Ja, dat gaan we doen. Wat hebben we nodig? Nou, een MOC in de bunker. En wat hebben we nog meer nodig? We hebben een modded AA trailer nodig met Benny wielen of F1 wielen. Eerste set wat we doen is, nou, je hebt hier in de bunker heb je dus de modded AA staan. En als je die hebt, dan kun je deze merch doen. Heb je deze AA trailer niet, dan zul je die via Give Cars to Friends van een vriend moeten regelen. Oké, wat gaan we doen? We gaan als eerste gaan we ons interactiemenu openen. En we zetten ons spawn location op de bunker. En als we dat hebben gedaan, dan gaan we daaruit. En dan gaan we in het menu om de MOC te modderen. Oké, wat gaan we doen? We gaan in de MOC. Custom cap doen we dan. En dan gaan we de kleur gaan we doen. En wat doen we? We doen de kleur mat zwart. En dan doen we de primary color van de MOC doen we. Van de custom cap. Hè. En we doen hem van de trailer. Die moet ook mat zwart. En dat is primary en secondary color. Dus ze moeten allebei mat zwart worden. Oké, als we daar in zijn geweest, dan kunnen we hier uit. En als we hier uit gaan, dan kunnen we naar het volgende. Wat we nu doen is, we gaan terug naar het menu en dan gaan we naar de AA trailer. Dus we gaan nu het menu in van de AA trailer en in dat menu zit de livery. En in die livery, daar gaan we het menu in en dan gaan we 7 keer doorheen scrollen. Dus je gaat 7 keer door dit menu heen scrollen. Dus je drukt gewoon D-pad naar beneden en je gaat 7 keer door dit menu heen. En als je na de 7e keer, dan stop je daarmee. Dan gaan we 1 keer op het rondje drukken. En dan gaan we naar weapons. En dan gaan we door dit minuutje nog een paar keer scrollen. En dan kopen we of een weapon of we drukken op het slotje een paar keer. Dan drukken we 2 keer op rondje. En als het goed is, dan komen we dan weer in dit menu. En dan ga je je opties knop indrukken en dan ga je naar een nieuwe sessie. Oké, je gaat naar online en dan ga je naar Find New Session. En als je dat hebt gedaan, dan ga je naar boven, de lucht in. En dan komen we zo direct weer in een nieuwe sessie. En dan zitten we gewoon in de bunker. Want we hebben natuurlijk in het interactiemenu hebben we de spawn location op bunker gezet. Dus we komen gewoon weer in een nieuwe sessie in de bunker. Als we zo direct bij de MOC aankomen, dan zul je zien dat die gemerged is. Dat die alle components van de AA trailer heeft overgenomen. Ja, eigenlijk is het best wel een simpele glitch. Alleen ja, je moet echt een gemodde AA trailer hebben. Als je die niet hebt, een modded AA trailer, ja, dan gaat het niet werken. Kijk, je ziet het. Alles is overgenomen, behalve natuurlijk delivery. Want ja, er zit geen livery op een MOC. Nou, het enige wat je nu nog rest, is dat je iets verandert aan de MOC. Dus je rent even naar die kabouter plop, hè. Zoals Daddy het altijd zou zeggen. En vervolgens ga je het menu in. En dan ga je bij de MOC iets veranderen. Ik gooi er gewoon een ander kentekentje op. Dat is voor mij het makkelijkste. Nou, en als je dat gedaan hebt, dan ben je eigenlijk klaar. Je koopt een nieuwe. Ik koop dan een ander kentekentje. En dan heb je hem in ieder geval gesaved. Nou, dan gaan we hieruit. En dan is er eigenlijk alles klaar. Zo simpel is het. Dit was er weer eentje van Blubberfreak. En ik ga proberen om de AA trailer via Give Cars to Friends ook te laten zien volgende keer. Blubberfreak out. Home your skills. Put what you in the danger room.